Ja, terwijl Leonie zich even aan het insmeren is. Even kort vertellen wat we aan het doen zijn. We zijn hier helemaal alleen. Zoals je ziet. In Tongariro National Park. En we gaan de Tongariro Alpine Crossing doen. One of New Zealand's best one day walks. En die gaat onder andere langs Mount Nukuhumo. Die beter bekend is als Mount Doom uit de Lord of the Rings. Daar is die. En Mount Tongariro. En langs verschillende meertjes en craters. En het is ongeveer 18 kilometer. Sorry, 19,4. Oh, 19,4. En het is een dikke 6 uur lopen. Maar dat is nog exclusief als je naar de top van Mount Tongariro of Mount Nguru zou lopen. Dus okay. Dat gaan we nog even kijken of we dat gaan doen. Zometeen meer. Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find you. Dat is weer Mount Doom en we zijn nu South Crater. Een soort vlakte hier. We hebben een kilometer of 6 gelopen nu. Hier of 2 onderweg. Nee, moet je boven even kijken. Het zonnetje gaat omhoog. En daarboven gaat het weer omhoog naar Mount Tongariro. Ja, het zonnetje doet zijn best. And you said you had to get your laundry clean. Didn't want no one to hold you. What does that mean? And you said, nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, I got to keep on moving. Nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground. Ja, en hier gaan we dus omhoog. Kun je nog eventjes een extra... Mount Tongariro afvinken. Nou, hopelijk zijn we dan even alleen. Ja. Ja, volgens mij hadden we nog niet verteld dat we vanochtend om 6 uur waren opgestaan. Om 7 uur in een busje te vertrekken. En om 7:30 zijn we begonnen. En nu is het 10:30. En we zijn op de Tongariro Summit. Dus dat is een zijpad van van de gewone crossing. En dan loop je 1,5 uur extra. 3 kilometer extra. En nou kun je daar in de verte het hotel zien. Dat is lastig. Lastig? Nee, dat krijg ik niet op. Maar daar in de verte. Ja. En je hebt hier echt een schitterend uitzicht. Daar achter ons Mount Doom. Daar kun je ook op. Maar dat moet je dus vandaag niet doen, zoals je ziet. Want dan zit je gewoon in de wolken. En daar is het krater weer. Now we got an impression where it is. En daar, 20 graden kwamen we omhoog. Bijzonder, bijzonder mooi. En ik zal je nog even de andere kant laten zien. Komt in de volgende shot. Ja, daarachter is Lake Taupo. En hier lopen al lava morenes weer naar beneden. We zitten op hoe hoog zitten we hier ook weer, Leonie? Ja, we waren net op 1886. Ja, dus dit zal zo'n beetje, wat zal het zijn? 2000 meter zijn? Nou, laat me heel even een kaartje erbij pakken. Het staat hier op. Kijk het even na. De Mount Tongariro is 1961 of zoiets. Of 81, ik kan het niet goed lezen. 19 en een beetje. Ja. Niet gek. The road behind was rocky, but now you feel it. We zijn bij de Red Crater. Schitterend. En op sommige plekken zie je stoom omhoog komen. Ja, daar in de verte ziet. Oh ja, daar zie je het goed. En je ruikt het zwavel. Ruikt hij naar zwavel. Heel goed. Daar zijn we. Ja, we zien jou niet.
We zijn op de Kentai hut, de laatste hut. Goed ook, want de pest is er zo vanaf. Maar dat zegt me, is het wel waanzinnig mooi plek om te zijn. En het is hier nog maar zo'n anderhalf uur naar beneden. Dus geniaal om te doen dit. Wel pittig, maar goed. We zijn er! Joepie de poepie! We hebben ongeveer 23 kilometer gewandeld. En de laatste paar kilometers hadden we het wel een beetje gehad. Door trouwens nog een mooi stukje bos was het wel. Maar we zijn blij dat we er zijn. Afgevinkt. Afgevinkt. En hoe lang hebben we erover gedaan? Ja, je zei het net. We gingen om 7:30 weg en het is nu... Ja, 7:00 volgens mij. Ja, 7:00 hoogrijden. Goeie workout. Ik zal even kijken of dit lukt. Oh, dat is zo zinnig. Ja.